In wijkgebouw De Westwijzer opende wethouder Harry van Dijk donderdag een nieuw uitleenpunt voor scootmobielen. Het is de derde locatie na Rivierenhof in Brouwhuis en de Armeidenflat in het centrum waar zo'n scootmobiel geleend kan worden. Kijk, we zeggen allemaal, dan roepen we steeds dat iedereen een helmet moet kunnen meedoen. En gelukkig lukt dat ook de meeste. Maar soms heb je daar een hulpmiddel bij nodig. En een scootmobiel kan zo'n hulpmiddel zijn. Dus dit is echt voor mensen die of hem thuis niet kunnen stallen of hem maar incidenteel nodig hebben. En dan kunnen ze hier terecht. We zien wel dat er steeds meer mensen zijn die inderdaad geen plekje hebben om de scootmobiel te kunnen stallen. Om hem goed droog en veilig weg te zetten. Die mensen willen ook de deur uit. Sommige mensen kunnen niet meer fietsen, kunnen maar korte stukjes lopen. En die kunnen hier dan een scootmobiel komen lenen. Het is nog even afwachten hoeveel mensen er gaan komen. Maar goed, de eerste twee gebruikers hebben zich al gemeld. En we hopen ook door wat meer publiciteit nu dat er ook wat meer mensen komen en gebruik gaan maken van de scootmobielen hier. Wilma van Eijk is een van de eerste gebruikers van de gratis scootmobiel. Nou, ik doe heel graag naar buiten als het goed mooi weer is. Rondwandelen met een buurvrouw die slecht ziet. Eerst gingen we altijd gewoon wandelen, maar ik kan dat niet meer. Dat ik de ziekte van Parkinson heb gekregen. En, dus dat is voor u een uitkomst? Jazeker. Wat zijn de voorwaarden om dat ding te mogen gebruiken? Ja, er wordt wel gekeken hoe mobiel iemand is. Dus het is wel belangrijk dat iemand niet meer heel goed vooruit kan. Hè. Dus als je zelf nog goed kunt fietsen en lopen, dan kom je niet in aanmerking. Dan wordt er vervolgens gekeken of iemand veilig kan rijden met de scootmobiel. En als dat zo is, dan krijgt hij een pasje voor de uitleen. En dan kan er een scootmobiel geleend worden, of hier in Wijkhuis Westwijzer, of bij de Armeidenflat, of bij Rivierenhof. Het is een stuk zelfstandigheid dat het toch blijft houden, hè? Nou heb ik net met mevrouw van Eijk gesproken, die heeft hem eigenlijk al 14 dagen. Die komt elke dag terug om steeds te verlengen. Ja. Dat is ook mogelijk dus. Ja, hij kan zo vaak geleend worden als iemand wil, mits die natuurlijk beschikbaar is. Want op het moment dat er meer mensen gebruik gaan maken van een pool, kan het zijn dat de scootmobiel wel een keer gereserveerd is. En dat hebben we bijvoorbeeld in de Armeidenflat ook wel gezien, hè, dat scootmobielen dan veel weg zijn. Dan gaan we op dat moment wel kijken of dat er meer scootmobielen neergezet moeten worden. Ja, ik hoop jullie, al mocht het nodig zijn, dat je hem, fijn dat je hem dan kunt gebruiken. Het derde uitgiftepunt, wat is uw streven? Hoeveel wilt u er hebben in Helmond? Nou, ik hoop dat ik bijna in elke wijk wel zo'n punt kan realiseren. Hangen we daar nog een termijn aan? Nee. Nee, dat is echt met elkaar bekijken en ook met zorgcentra afspreken van wat is de beste plek en hoe kunnen we dat zo goed mogelijk realiseren. De scootmobielen in de Westwijzer kunnen dagelijks tussen 9:30 en 5:30 worden geleend.